Welkom terug bij workshop 2. We gaan luisteren naar Sfeer van de Vechten en Harm Windjes van DLP, die ons gaan meenemen in kringloop sluiten door hogere benutting. Dat is de titel een beetje. En net in het, terwijl we op techniek zaten te wachten, begonnen jullie al een gesprek over, ja, maar allemaal hogere benutting. We gaan het zien. Voor de kijkers, we gaan het een beetje hetzelfde doen als net. We krijgen een aftrap door Harm en door Sfeer. We hebben één of twee polls ertussenin. En vooral oproep om via de chat vragen te blijven stellen. We hebben weer een chatbezetting. Dus die vragen komen vanzelf op tafel. Harm, zullen we maar snel beginnen? Misschien wil je jezelf nog even verder voorstellen. Ja, dat is goed. Ik ben Harm Mietjes, werkzaam bij DLV Advies. Ik ben de laatste jaren veel bezig geweest met innovatieve projecten, trajecten. Waarbij ook mestbewerking een van mijn grootste aandachtspunten was. Mestbewerking, daar kom ik daar ook wel op, is dan op zich niet het doel. Het is een middel om naar een betere, efficiëntere manier van de mineralenbenutting te gaan. Jij gaat dadelijk een presentatie geven. Sfeer, we beginnen met een filmpje. Hè? Ja, en waar moeten mensen vooral op letten in het filmpje? Nou, wellicht vooral op de toepasbaarheid van dit soort producten. En ook wat uiteindelijk zeg maar het neveneffect daarvan is. En we hebben het over kringlooplandbouw, dat is het thema vandaag. En het is meer dan alleen maar stikstof- en fosfaatbenutting. Het gaat ook over in de regio dingen met elkaar regelen. Het gaat ook over energie, dus over CO2-vermindering. En het gaat over de integrale aanpak. Ik denk dat dat vooral belangrijk is om er ook op die manier naar te kijken. Ja, en wat kunnen de kijkers, luisteraars, die vooral erfbetreders zijn, adviseurs daaruit leren uit zo'n filmpje? Wat zou je willen? Nou, wat ze misschien wel vooral mogen leren is om er open naar te kijken. Okay. Open te kijken naar zeg maar, mogelijkheden die er zijn. Ja, nou, zullen we het filmpje gaan bekijken? Efficiënt mais telen zodat de koe een energierijk menu voorgeschoteld krijgt. In de Achterhoek zijn dit jaar veldproeven uitgevoerd naar een milieuvriendelijke maisteelt waarbij de groene weidemeststof is getest. De groene weidemeststof is een organische vervanger van kunstmest die gemaakt wordt uit overtollige varkensmest. Groot Zevert Vergisting uit Beltrum ontwikkelde deze meststof. De regionale kunstmestvervanger van Groot Zevert biedt een klimaatvriendelijk alternatief, omdat er bij de productie van kunstmest veel CO2-uitstoot komt kijken. Bijzonder in dit onderzoek is dat de bemesting is opgedeeld in twee giften. Melkveehouder André de Groot uit Laren is een van de initiatiefnemers en doet mee aan het onderzoek. Ik wil laten zien dat het kan en dat we vervangers kunnen zoeken. En nu we de mogelijkheid hebben om het te proberen, stappen we erin. Ik denk naar de toekomst toe dingen verplicht worden, dan is het moeten. En ik hou niet zo van moeten. In totaal werden er bij de melkveehouder uit Laren 8 verschillende soorten meststof uitgeprobeerd, waaronder de groene weidemeststof. Tijdens het onderzoek werd de mestuitgifte opgedeeld in 2 rondes. Als eerste bij het zaaien en vervolgens toen de mais op kniehoogte was. Daar zie je gewoon dat de plant groener blijft en langer doorgroeit. Dat heb ik vorig jaar al waargenomen en dit jaar weer. En bij grasland heeft het ook een hele positieve effect op opbrengst. De conclusies uit het onderzoek is dat de groene weidemeststof is aan te merken als een goede kunstmest dan vervangen. En dat er geen significante de verschillen zat tussen de verschillende kunstmesten. En we hebben daarbij ook, ook gekeken naar de stikstofwerkings, de coëfficiënten. En daar is de groene weidemeststof vergelijkbaar met kunstmest in de rij. Wat kan dit de Achterhoek opleveren? In de Achterhoek hebben we heel veel mineralen. Veel mineralen uit varkensmest. En we kunnen eigenlijk met dit onderzoek tonen we aan dat deze mineralen een even goede werking hebben als synthetisch geproduceerde kunstmest. En voor de Achterhoek is dit echt de vermeerwaarde, omdat we eigenlijk zo de mineralen, de kringloop in de Achterhoek ook echt kunnen schuiten, kunnen sluiten. En dat we geen import nodig hebben van buiten de Achterhoek. Is dat lastig voor erfbetreders, Harm, om openhouding te hebben? Wat speelt daar dan? Ja, ik ben zelf ook erfbetreder. En wat je merkt is dat je vaak adviseert of het gesprek met de boer wel voert vanuit de kennis die je zelf hebt. Dus het is wel ooit moeilijk om maatregelen of adviezen te geven waar je zelf minder
ja, minder van weet, dat praat je toch altijd een beetje omheen of langs op, onbewust mogelijk zelfs wel. Maar is het dan ook niet een hele hoge verwachting als je nieuwe dingen gaat uitproberen, dat je dan, en dan dat hoor ik dan tussendoor, en ik tegen jezelf zeg, ja, ik moet wel zeker weten voordat ik daar iets over roep. Dat gebeurt natuurlijk wel vaak bij ervaringsdeskundigen, dat je wil wel vanuit dat vertrouwen praten dat je ook die kennis hebt. En de boer heeft misschien ook wel, de klant heeft misschien ook wel verwachtingen van je, dat je het weet. Mm-hmm. En het dan niet weten, of niet, of misschien niet erover kunnen beginnen. Als je het niet 100% zeker weet, dan begin je er vaak ook niet uit jezelf over. Dus ik kan me wel voorstellen dat het lastig is om onderwerpen op tafel te brengen waar je zelf gewoon niet alles van weet. Nee. En dan is het misschien wel ooit de kunst om een collega of iemand anders of samen met de ondernemer te gaan onderzoeken wat het kan zijn. Ik denk dat al heel veel gebeurt. Hè? Dus dat er al heel veel geëxperimenteerd wordt. Terwijl misschien mensen nog niet eens weten hoe het werkt of wat het resultaat zal zijn. En dat er in de praktijk veel meer geëxperimenteerd wordt dan we denken. Ook daarin heeft te maken met houding. Van durf ik een risico te nemen? Wil ik zelf ook? Ben ik ondernemend? Ben ik nieuwsgierig naar hoe dingen functioneren? En als je daarmee aan de slag gaat, zelfs na een advies van een adviseur, dan moet je het nog zelf ontdekken. Van hoe het werkelijk in de praktijk, zeg maar, functioneert. En dat je ook werkelijk het gevoel krijgt dat het dat effect heeft wat je hoopt dat het heeft. Ja, en je zegt volgens mij wel heel mooi, het zit ook in de houding en ook letterlijk in taal. Hè? Dus als je dan zegt risico, dan wordt het al heel spannend, want dan loop je iets. En als je zegt ontdekken, dan wordt het een andere weg. Ja. Maar het is ook wel de uitdaging, denk ik, als adviseur zijnde, om daar dan wel gesprek over te durven te beginnen. Ook al weet je daar misschien zelf niet alles van. Ja. Doe je het zelf, Harm? Dat weet ik niet. Spannend? Ik probeer het wel altijd, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Maar er zijn ook ik weet natuurlijk ook lang niet altijd alles. Dus ik praat ook wel vanuit de kennis die ik zelf wel heb. Klopt. En ik denk wel dat het kunst is dat je vooral ook weet wie het dan wel heeft, die kennis. Dat je iemand anders kunt aanbevelen. Ja. En dat dan moeten we denken als ervaringsdeskundigen allemaal met elkaar samen ook goed blijven doen om het beste voor de boeren te adviseren. Ja, dan zijn dit soort dagen eigenlijk wel heel waardevol, denk ik. Ja. Nou goed, we gaan het hebben over kringloopsluiten door meer te halen uit de dierlijke mest. Wij zijn gevraagd om, Zwier en ik, om daar wat over te vertellen. En wij gaan het met name hebben over hoe kun je mest dan eigenlijk aanpassen qua samenstelling om te zorgen dat die beter benut kan worden. Daar gaan we nog mee starten. Mest beter benutten door de inzet van techniek. Even belangrijk, hè? We hebben natuurlijk stikstofbedrijfsbalans. Jantine heeft al het een en ander verteld over de balans van Nederland. En hier zie je even de cijfers van de DLV-relaties. Het gemiddelde daarvan van bedrijven op zand. Waarbij je goed kunt zien dat het overschot op de bodembalans dus tussen de bedrijven enorm verschilt. Er zijn bedrijven allemaal op zand met een vergelijkbare intensiteit. En toch zit daar heel veel verschil tussen. Het verschil is toch groter zelfs als je bovenaan kijkt bij het overschot per hectare op het bedrijfsniveau. Daar zitten ook die gasvormige verliezen vanuit de stal en vanuit de opslagen nog bij. Goed, oorzaken zijn natuurlijk verschillende soorten grondsoort, de weerbaarheid van weersafhankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook het teelplan en ook management natuurlijk. Dus we gaan even kijken wat we vandaag door het bespreken van wat je met technieken kunt doen om dat overschot te verkleinen. Mestbewerking. Ik haal in mijn inleiding al even aan dat mestbewerking geen doel zou moeten zijn, maar een middel. En de paradox is eigenlijk altijd dat mest wordt, dat mensen die gaan mest bewerken of mest verwerken, daarbij is vaak ook de aanleiding dat het een mestoverschot gewoon een kostenpost met zich meebrengt. De paradox is eigenlijk dat mest dus niet als een overschot gezien zou moeten worden, maar als een waardevolle grondstof. De mestverwerking, we hebben grootschalige en kleinschalige mestverwerking is nodig. Waarbij je ziet dat je op kleine schaal een andere aanleiding hebt. Dus bijvoorbeeld het optimaliseren van die milieugebruiksruimte om de mineralen die beschikbaar zijn beter te benutten.
naar een grotere schaal, waarbij je echt gaat kijken naar perspectiefwijziging. Dat je dus door het verwaarden van die mest ook een opbrengstpost kunt creëren. Nou, Nederland zonder mestverwerking zien wij in ieder geval als een... zonder mestverwerking zien wij in Nederland in ieder geval niet als een toonaangevende agrofoodregio. Het is echt een elementair onderdeel om te zorgen dat wij onze kringloop lokaal, nationaal kunnen sluiten. Waarbij op grotere schaal ook die focus op waardecreatie is. Daar richt bijvoorbeeld NL Next Level zich weer met name op. Wij gaan het vandaag hebben over het optimaliseren van de benutting. Nou, ik denk dat de meesten wel weten dat je hebt gewoon de drijfmestruimte, afhankelijk van wel of niet meten in derogatie in zand of klei, zit je dus op die norm van 170, 230 of 250 kilo per hectare stikstof. En daarbovenop heb je nog een stuk stikstof kunstmestruimte die je dus nog kunt benutten. Toekomstige situatie wordt hard aangewerkt, had er misschien al wel moeten zijn, is dat we dus ook die verwerkte mest, die stikstof die daaruit komt, de verwerkte dierlijke mest, dat we die in de kunstmestruimte kunnen gebruiken. En daarmee krijgen we dus wat Jan Tien straks al schetst. We hebben nationaal 400 miljoen kilo stikstof overschot, maar we importeren nog jaarlijks ook bijna voor 250 kilo aan kunstmeststikstof. En dat is eigenlijk hartstikke zonde, dat we natuurlijk dierlijke mest moeten afvoeren en kunstmest weer moeten aanvoeren, terwijl het gewoon op lokale schaal beschikbaar is. Een heel weerwar aan mogelijkheden van mestverwerken is al aanwezig natuurlijk. Waar wij vooral mee bezig zijn is, als je links kijkt, dan begin je eigenlijk in alle situaties met drijfmest. Veelal wordt er dan mechanisch gescheiden in een dikke en een dunne fractie, middelste spoor. En wat nou de meest perspectiefvolle maatregelen eigenlijk zijn, is dat je dan de dikke fractie gaat drogen, korrelen en of hygiëniseren. Waardoor je een product krijgt zoals een groen fosfaat, wat dichtbij in Nederland tot een hogere fosfaatefficiëntie kan leiden. Jantien zei het al wel aan. Melkveehouderij heeft eigenlijk als fosfaat een saldo van ongeveer nul. Maar je ziet dat daar bedrijven bij zijn die dus nog wel kunstmestfosfaat aanvoeren en bedrijven die het ook af moeten voeren. Dus er is nog latente ruimte en daar is nog verder efficiëntie in mogelijk. Aan de dunne fractiekant van het mechanisch scheiden zien wij dat je met omgekeerde osmose en met het strippen en wassen, dat je eigenlijk kunstmestwaardige vervangers kunt maken die dus die kunstmestruimte eigenlijk kunnen benutten. Nou, als tussenstap, ik heb ze wel al genoemd, je hebt na het mechanisch scheiden ook de dikke en de dunne fractie. Dat zijn op zich al waardevolle meststromen die ook al tot een hogere benutting kunnen leiden. Niet genoemd, wel in het plaatje, is het al dan niet combineren met vergisting. Dat doet niks aan de minerale samenstelling. Kom ik daar ook wel even op terug. Maar daarmee benut je nog wel de mogelijkheden om daar ook meer energie voor te produceren. En wat die Swier al zei, de integraliteit op je bedrijf en ook met de klimaatopgave, om daar nog ook van mest een hogere opbrengst te genereren. We gaan dus die paradox omdraaien. We moeten kijken naar de bemestende waarde. Hoe past het in je bedrijfsvoering? We hebben hier een viertal maatregelen op een rijtje gezet waar we het met name over willen hebben, wat het meeste perspectief biedt om die benutting te verhogen. Nou, water aanlengen en waterverdunt de mest aanbrengen, daardoor minder verliezen. Het inzetten van monomestvergisting gecombineerd met primaire scheiding. En vervolgens nog na scheiding het strippen en omgekeerde osmose. Wat is nou het effect van die bewerkingsstap op de waarde van die mest? Als je begint met de rundveedrijfmest, staan daar eigenlijk de gehaltes die bij rundveedrijfmest gemiddeld in Nederland voorkomen. En dan zie je ook dat de N-mineraal normaal gesproken ongeveer 2 gram per kilo is. Dus dat betekent, N-mineraal bestaat eigenlijk volledig uit ammoniakale stikstof. Dus die kan in potentie verloren gaan naar de lucht.
wat kun je nou doen om die verliezen met name daar al te beperken? Nou, door het waterverdund mest aan te wenden, zakt het hoge stofpercentage, zakt ook de concentratie en mineraal. Door lager hoge stofpercentage krijg je een betere benutting, sneller opname in de bodem. En door een lagere en mineraalconcentratie zie je dat er minder verliezen optreden naar de lucht. Zo wil ik even een aantal stappen met jullie doorlopen om te kijken van wat is nou het effect van die bewerking op de samenstelling van de mest en wat is dan het effect van die samenstelling van die mest op de belangrijkste verliesposten. En Zwier die vertelt ook met name over het effect in de praktijk. Dus die gaat daar dadelijk ook verder op door. Ik zal proberen niet al het gras voor je voeten weg te maaien, maar als het goed is hebben we er afgestemd. Hier staat al wel meer cijfers op. Er staan ook wel twee maatregelen. We beginnen dus weer met de rundveedrijfmest. We gaan hem daarna vergisten. Met een monomestvergister komen geen andere mineralen bij te kijken. Dus de minerale samenstelling in totaal verandert eigenlijk niet van die rundveedrijfmest. Je ziet ook in totaal ongewijzigd. Ik praat over misschien een keer 3% wat door een WKK verbrand wordt naar NOx. Maar grosso modo blijft de minerale samenstelling van digestaat blijft precies hetzelfde. Wat er verandert er nou wel? Je breekt een stukje organische stof af. Dat is dus het methaan wat je uit de mest haalt. En door het afbreken van die organische stof verandert de verhouding van N-organisch naar N-mineraal. Dus waar je eerst 2:2 hebt, krijg je hier 1.5:2.5. De mest wordt dus eigenlijk wel wat sneller. Dat is ook wel wat we allemaal zien. Hè? Door het vergisten wordt de werkzaamheid wat hoger. En de opname in de bodem die stijgt ook omdat het product wat dunner is, wat viscozer. Nadeel hiervan is wel dat je dus een hoger percentage, een hogere concentratie en mineralen hebt, waardoor dus ook de verliezen mogelijk toenemen naar de lucht. Een stap die we daarna kunnen toepassen op het digestaat, maar ook gewoon op drijfmest, is dat je hem dus scheidt in dunne en dikke fractie. De belangrijkste effecten daarvan hebben we hier ook in een rood aangegeven. Je krijgt dus de samenstelling veranderd, met name van die meststoffen weer. De dunne fractie die wordt wat dunner. Je ziet vooral dat je daar een verlaging van het fosfaatpercentage krijgt, fosfaatconcentratie. En bij de dikke fractie zie je vooral dat de organische stofconcentratie stijgt en de fosfaatconcentratie. Dus je krijgt hier al een eerste mogelijkheid om wat meer te gaan sturen op de benutting, de plaatsing van de fosfaat en steekstof op teelten, waar dat die dan meer tot zijn recht komt. Dus bijvoorbeeld fosfaatarme grond, waar je wat hogere fosfaatbenutting wil, dan kun je beter dan de dikke fractie brengen. Of als je daar bijvoorbeeld meer organische stof wilt brengen, dan kun je dat beter met die dikke fractie doen. Aan zich zien we, dat gaat trouwens weer op verder, is dat de benutting niet per se beter is. Je kunt hem alleen beter, geschikter plaatsen. Zwier vertelt daar al meer over. Wat is dan wel echt belangrijk? Wat is echt een toegevoegde stap om die verliezen te verminderen? Als je dan die dunne fractie pakt, na het scheiden, eventueel na het vergisten, dan kun je hem nog een keer uit elkaar halen door met een stripper, plaatje hier in het midden, door met een stripper de en mineraal uit die dunne fractie te halen. Je verlaagt dus eigenlijk de totale stikstofconcentratie van het effluent van de dunne fractie. Je ziet wel dat het hoge stoforganische stof, daar verandert eigenlijk niks aan. Fosfaat, kali, zwavel verandert niks aan. Je haalt alleen de ammoniakale stikstof eruit. En die plaats je apart in een spuiwater, een ammoniumsulfaat. Met een hele hoge concentratie. Dit is een kunstmestwaardige vervanger. En op deze manier heb je dus een meststof over die qua samenstelling, qua concentratie, qua verhouding eigenlijk best wel veel weer lijkt op de oorspronkelijke drijfmest. Een fosfaat-stikstofverhouding van 1 staat tot 2, met ook nog wel wat organische stof erin. En waar je dus ook gewoon heel veel van kunt rijden op een lokale schaal. Dus op deze manier hou je het volume en het water hou je thuis. Je hebt toch nog een meststof. En je kunt je ammoniumsulfaat, je ammonium dus eigenlijk heel gericht tot waarde brengen, omdat je daar een kunstmest hebt die je heel plaatsspecifiek kunt toepassen. Als laatste stap is
Wat we dan nou zien is dat links is het plaatje van de omgekeerde osmose. Even kijken, ja. Dat is dus de omgekeerde osmose, dat is dus het product wat in de varkenshouderij veel wordt toegepast, waarbij we dus mineralenconcentraat maken. En een heel mooi voorbeeld van een samengestelde meststof is bijvoorbeeld de groene weidemeststof, wordt gebruikt in de kunstmestvrije Achterhoek, waarbij mineralenconcentraat uit varkensmest, ook een kunstmestvervanger, wordt gemengd met het ammoniumsulfaat, wat je kunt winnen na het strippen van de rundveedrijfmest. En dat wordt gemengd tot die samengestelde meststof, waarbij je eigenlijk een hele mooie kunstmestwaardige vervanger hebt, die vooral uit ammoniumstikstof bestaat, met ook een stuk met een stukje zwavel en een stukje kali. En op die manier heb je eigenlijk een meststof waar de belangrijkste elementen in de voorjaarsbemesting al in bevinden. Dus op deze manier, met bewerking kun je dus meerdere meststoffen maken die leiden tot een gerichtere plaatsing van die meststoffen. En door met name het strippen ook zorgt voor een mindere ammoniakemissie bij mestaanwending, dus ook tot een hogere benutting. Zwie, mag ik jou het woord geven? Ja, René, misschien even een vraag tussendoor. Ik zie daar ook de chat zwaaien. Doe die eerst. Ik weet niet of ik te verstaan ben, dus misschien... Voor mij wel. Dus ik herhaal het wel kort. Ik krijg hier de vraag, bij vergisting verlies je organische stof. Is dat heel erg? Dat is een goede vraag. Misschien kunnen we hem parkeren, want Sier die gaat er uitgebreid binnen. Nou, ik had voor Harmen nog een andere vraag, want je hebt het heel erg over anders kijken naar mest, hè, nieuwe waarden creëren. Ik word er wel enthousiast van dat ik denk van, nou, waarom doen we dit dan nog niet? Dat leidt bij mij tot de vraag van wie moet dit in gang zetten eigenlijk? We hadden straks al even over van open kijken naar je bedrijf. Dus iedereen kan voor zichzelf wel afvragen welke toepassing geschikt is voor zijn bedrijf. Maar is het al zover dat een individueel bedrijf kan kijken van wat past bij mij? Die techniek is zover? De techniek is zover, ja, voor alle stappen. Alleen het is wel echt maatwerk. Niet iedereen kan een vergister plaatsen of een stripper. Dat is echt maatwerk. En ik denk dat combinatie vergister en strippen is ook echt maar voor een klein aandeel van de veehouders echt binnen bereik om te gaan doen. Wellicht dat het in samenwerkingsverbanden veel meer perspectief biedt. Daarom hebben we ook met name bijvoorbeeld met waterverdund mest erbij staan. Dus iets wat in principe iedereen zou kunnen doen. Want wij hadden net zo tijdens de technische storing over risico. En kun je dat nemen? Is dit nou heel risicovol? Of is het een... wat je al tussendoor zegt, samen doen, dan kom je alweer verder? Is dit heel risicovol? Ja. In principe kan iedereen kan een primaire mestscheiding doen. Iedereen kan waterverdund mest aanwenden. Dat zijn maatregelen met heel weinig risico's. En toch al een eerste begin om naar een hogere benutting te werken. Vergisten, dat is een andere vraag. Hè. Dat gaat met name over die integraliteit en duurzame energie produceren. Het strippen en het omgekeerde osmose zijn wel technieken die daar moet je wel bepaalde schaalgrootte voor hebben. Dat is iets wat we in samenwerkingsverbanden moeten gaan doen. Oké, dankjewel. En dan is wat Jos straks al een beetje zei, die eerste twee, kun je binnen het huidige vakmanschap kunnen daar heel veel ondernemers gewoon mee aan de slag. Ja. Oké, dankjewel. We komen straks al in gesprek terug. Sfeer, jij gaat ons nog weer meenemen in de opties die er eigenlijk zijn. Voortbouwend op wat kun je als ondernemer nou op bedrijfsniveau makkelijk, moeilijk doen? Ja, de opties heeft Harm erg al genoemd, hè? Dus ja. Waar we het over gaan hebben. En waar ik jullie vooral in mee wil nemen is van wat levert dat dan op? En wat levert dat op in de zin van bemesting en in de zin van stikstofbesparing? Dus weer terug naar het plaatje van vanochtend, de kringlooplandbouw. Wij voeren vrij veel mineralen aan op het bedrijfsniveau. Het zij via voer, het zij via mest. Of mest, dan moet ik zeggen kunstmest. Hoe kunnen we dat verdringen, verminderen, door die meststof beter te benutten? Nou, ik wil jullie meenemen in wat ervaringen en resultaten uit onderzoek. Ervaringen die we op de markt hebben, ook in mijn omgeving. Maar ik heb ook wat gekeken van wat is er in onderzoek bekend over de effecten en wat mag je verwachten van al die maatregelen. En dat is nog niet eenvoudig. En dat zeg ik al op voorhand. Ik maak een grove inschatting van wat valt er te halen, zeg maar, aan mineralenbenutting.
Maar dat zal in de praktijk heel sterk afhangen van hoe we ermee omgaan. En dingen als wanneer je de stikstofbenutting uit mest verbetert, dan moet wel de kunstmestzaak een eindje dicht. En doen we dat niet, dan kan best zijn dat het helemaal niets oplevert. Nou, dat is wel een belangrijke voorwaarde in dat hele plaatje van kijken naar bewerkingen. Om dan de werking te verbeteren van je drijfmest. Maar dan moet de kunstmestgift naar beneden toe. Of je moet een hogere gewasopbrengst halen. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Maar Sfeer, dan, als ik het goed begrijp, als je in één knop gaat draaien, dan kan dat hele systeem. Ja, je gaat het hele cirkeltje beïnvloeden. Ja. En daar moet je je van bewust zijn dat dat zo werkt. Als je dat, daar niet geen rekening mee houdt, als je het niet integraal aanpakt, dan heeft het misschien geen zin. In ieder geval veel minder zin dan ik ga suggereren. Ja. En dus dat brengen wij bij het eerste plaatje over dat water toevoegen aan mest in de verhouding van 1 of 2. Nou, daar is vrij veel onderzoek naar gedaan, maar vooral bij een sleufkoutersysteem en niet zozeer bij zodenbemesten. Daar is wel wat onderzoek gedaan, maar relatief minder. En de resultaten zijn ook redelijk wisselend. En dus als je zegt van wat is dat dan voor resultaat, dan kom je uit tussen de 0,2 en de 0,4 kilogram stikstof per kuub mest die je zou kunnen besparen door water toe te voegen. En als je dat dan omrekent voor een gemiddeld bedrijf met 55 kuub mest per hectare per jaar, dan mag je een besparing verwachten van 20 kilo. Dat is grofweg, als je dat dus goed uitvoert, je kunstmest vermindert, dan is dat wat je mag rekenen. En we hadden het in het begin over het bodemoverschot. Dit gaat niet zozeer over het bodemoverschot, want je vermindert de ammoniakemissie. En de ammoniakemissie zit in het bedrijfsoverschot. En een klein deel zit in het bodemoverschot. Harm noemde het net al, die mest die wordt wat dunner, die wordt wat sneller door de bodem opgenomen. Dus wellicht is ook je bodemoverschot wat lager, zodat je bodembenutting ook wat toeneemt. Dus een deel van die 20 kilogram zit in de bodem, maar het grootste deel zit in de ammoniakemissie. Maar uiteindelijk kan dus wel, en als je het netjes uitvoert, je bedrijfsoverschot met 20 kilogram verlagen. Nou, ik heb er nog even hier een zin bijgezet over de, is dat terug te verdienen? Wanneer een kilogram stikstof 1 euro kost, dan is dat heel lastig terug te verdienen. Er moeten meer verdienmodellen zijn, bij wijze van spreken wil dat kostendekkend zijn. En ook die ruimte, ik noemde dat net ook al, die ruimte die je hiermee kan realiseren. Ook in de zuivel worden de punten gescoord als het bodemoverschot lager is dan een bepaald niveau. En ook aan die kant zeg maar, moet je wellicht de winst zoeken. En uiteindelijk zit het natuurlijk ook in het hele verhaal van, kan de melkveehouderij met de huidige veebezetting verder? Maar dan wordt het een soort collectief belang. Ja. Nou, dat even als aanvulling. Nou, voor mestscheiden, daar is al heel veel van gezegd, maar nog een paar dingetjes voordat ik op het effect daarvan inga. Het is wel belangrijk om de dunne fracties te kunnen apart kunnen opslaan. Hè, want anders heeft het niet zo heel veel effect als je dat gaat scheiden. En dan is het vooral, en daar kunnen we snel doorheen, want Harm noemde het ook al. De dikke fractie moet vooral naar die percelen met een laag fosfaattoestand. En de dunne fractie vooral naar grasland, waar weinig klaver staat. En of geen klaver. En daar worden die beide soorten dan het beste benut. En dan is het wel belangrijk om de stikstof en de kalium goed op maat aan te vullen. Want ook daar zit best wel een afbreekrisico. Van het wordt best wel ingewikkeld. Want als je die mest gaat scheiden en weer verschillend gaat plaatsen, moet je ieder perceel afzonderlijk ook aanvullen met stikstof uit kunstmest. En met kalium uit kunstmest. Anders dan gaan daar dingen fout. Nou, je kan het tegenwoordig vrij eenvoudig uitvoeren. Hè. Loonwerkers die daar machines voor hebben, die komt één keer langs en kan maar zo 1000 kuub scheiden, bij wijze van spreken. En de dikke fractie is aan te raden om die in het voorjaar uit te rijden. Die heeft die heeft meer tijd nodig om goed te kunnen werken. Maar die kun je dus voorafgaand aan het seizoen op het land uitrijden. Nou dan, wat levert dat dan op? En dat is nog wel een lastige. We hebben daar onderzoek naar gedaan op de markten. En het primair mest scheiden, dat levert in feite geen winst op in de bemesting. En dat levert winst op doordat je in staat bent om het beter te plaatsen. En vooral in een situatie waarbij er veel variatie is in bodemgehalte, dus dat de percelen zijn met een laag fosfaatgehalte, dan is het interessant om die mest te scheiden. Dat fosfaat aanwenden op die percelen met een laag fosfaatgehalte, zodat je daar je niveaus goed op peil houdt. En er zijn al voorbeelden, en ook dit jaar, kijk je naar de fosfaatgehaltes in gras bijvoorbeeld, de fosfaatvoorziening links en rechts staat al onder druk. En dat heeft niet te maken met dat het niet genoeg in die grond zit, maar de beschikbaarheid. Waar ook al over gesproken is, daar kun je ook met dit systeem wat mee sturen. Je geeft verse fosfaat en daarmee kun je die beschikbaarheid goed in de benen houden. Nou, dus ook de kosten en opbrengst die zijn helemaal afhankelijk van de situatie of primair mest scheiden voor een betere bemesting, of dat wel of niet uit kan. En daar zul je op bedrijfsniveau naar moeten kijken.
Maar dat volgende plaatje gaat over vergisting. Ik had inderdaad een plaatje ertussen zitten om iets te zeggen over het effect van vergisting op de bodem. Er was een vraag over, die kan ik nu wel even proberen te beantwoorden. Maar het plaatje zelf heb ik er niet meer tussen zitten. De Marker doet al 15 jaar aan mistvergisting. En wij durven wel te zeggen dat onze organisch stofgehalte in de bodem niet terugloopt. Dus wat je doet met mestvergisting, daar heeft Harm net in de cijfers wat van laten zien. Je haalt een deel van je makkelijk afbreekbare koolhydraten, zet je om in methaan. En die makkelijk afbreekbare koolhydraten, die zijn niet van groot belang voor je bodemorganische stof. Die zijn wellicht wel van belang voor je bodemleven. Maar dat is een ander verhaal dan van heeft het effect op je bodemkwaliteit in de zin van organisch stof en humus in de grond. En wij denken op de markt dat je prima mest kan vergisten en dat het geen effect heeft op je bodemkwaliteit in die zin. Nou, dan het effect van mestvergisting. Dat verschuiven van organisch naar N-mineraal, wat heeft dat dan vervolgens voor effect? Als je dat helemaal weer op een rij zet, dan verbetert de benutting met ongeveer 20%. En dat is weer bij datzelfde voorbeeld, bij 55 kuub per hectare, leidt dat tot ongeveer 15 kilogram stikstofwinst. He, dus doordat die sneller en beter werkt, ook sneller in de bodem wordt opgenomen, omdat die vloeibaarder is, wordt de stikstof beter benut en kun je daarmee het bodemoverschot, en hier gaat het wel duidelijk over het bodemoverschot, grofweg met 15 kilogram per jaar verlagen. Nou, dan gaan we naar dat strippenverhaal. En eigenlijk is strippen en aanwenden zijn eigenlijk twee onderdelen die heel nauw met elkaar te maken hebben. Strippen heeft het voordeel dat je de ammoniakale stikstof voor een deel uit die mest haalt. En daardoor de ammoniakemissie terugbrengt. Dus strippen is aan zich heel interessant. En straks kom ik bij het aanwenden van het product. En daar gaat het vooral om dat het product in staat is om dezelfde resultaten te halen als bij kunstmest. En dus dat ook de werking op bodemniveau goed moet zijn. Nou, ook hier is het best lastig om dat goed in te schatten. En ik neem jullie maar wat mee in de redenatie die we gemaakt hebben. Dit gaat over strippen vanuit gescheiden mest, vanuit een vergistingssituatie. Dus waar al meer en min in de digistaat zit. De digistaat dat wordt opgesplitst in een dikke en een dunne fractie, waarbij 75% van de stikstof in de digistaat terechtkomt in de dunne fractie. Via de extractie ben je in staat om 75% van die stikstof vervolgens weer onder te brengen in jouw mineralenconcentraat. En daarvan is normaal gesproken tussen 18 tot 20% van die stikstof is ammoniakemissie gevoelig. Nou, als je dat rekensommetje maakt, dan kom je met het verhaal van strippen. En dus je zou alle mest strippen op je bedrijf vanuit een vergistingssituatie. En laat ik dat nog eens even helder erbij zeggen, dat hoort hier wel weer bij. Weer voor hetzelfde bij 55 kuub per hectare zit hier een enorme ammoniakemissiereductie te realiseren van ongeveer 22 kilogram per hectare. En misschien moet ik er ook helder bij zeggen, dat verhaal is wel. Hè, we hebben bij vergisting ook over dagverse mest. Ook dat stuk in de stal en de opslag doet hier deels aan mee. En dan gaat het ook echt weer over het verminderen van het bedrijfsoverschot. En uiteindelijk komt dat dan ten goede in de volgende plaatjes weer richting het bodemoverschot. En dan, dat gaat dan via het verhaal van de groene weidemest of als voorbeeld. Hier wat de samenstellingen. Op bedrijfsniveau is het plaatje wat anders. Hè. Groene weidemeststof is vooral gemaakt vanuit het raffinageproduct van Digistaat, waar ook varkensmest als bron in zit en andere koopproducten. Maar de techniek is niet anders wanneer je dat op kleine schaal op bedrijfsniveau zou gaan doen. Maar dit is op de kringloop op regioniveau een interessant verhaal. Daar is mest over, daar is varkensmest over, daar zit stikstof, kali, fosfaat en alles in. En dat probeer je te raffineren en op die manier weer heel gericht in te zetten daar waar het nodig is. Nou, die kent twee vormen, die groene weidemeststof. Eén voor de eerste snede, daar zit relatief meer zwavel in. Ik ga de cijfers niet allemaal noemen, maar daar zit meer zwavel in. En voor de tweede snede is vooral de zwavel teruggebracht om niet te veel zwavel te geven. En zwavel en zandgrond is ook weer een aandachtspunt. Daar moet wat extra gegeven worden. Maar als er net zoveel zwavel als stikstof in zit, dan kan het ook snel te veel worden. Nou, ook is die groene weidemeststof getest op maïsland. En ook daarvoor is een samenstelling toegepast. En die samenstelling is vergelijkbaar met de tweede snede van wat er op grasland is gebruikt. Nou, daarvan zijn op de markt uitgebreide onderzoeken gedaan. En die zal ik met jullie delen. We hebben vandaag de pech dat de resultaten van 2020, die worden morgen gepresenteerd binnen het project. En morgen. Ja, morgen. Ja.
Ja, dat is al heel snel. Ja, dat is ook snel. Dus ik wil jullie daar dan ook op attenderen. Kijk de komende tijd in de media, in de pers, daar komen vaste resultaten. Maar we hebben nu nog geen resultaten van de groene weidemest op grasland. Dus die worden morgen gepresenteerd in de Achterhoek. En die zullen overmorgen, neem ik aan, in de pers verschijnen. Dus die komen. Het belangrijkste verhaal van groene weidemeststof is dat het vergelijkbare resultaten moet halen in zijn werking als bij kunstmest. Dat is eigenlijk de opdracht. Nou, we hebben wel een voorlopige cijfers van 2019 van snijmais. En daar zijn verschillende kunstmestsoorten vergeleken met die groene weidemeststof. Dus kalkemonsalpeter met urian. Met de groene weidemeststof, de middelste groene balk, dat is de pure groene weidemeststof. Die is ook weer vergeleken met pure rundveedrijfmest, waar geen van de drie vorige is gebruikt. En de laatste kolom is dan een mengsel van rundveedrijfmest en groene weidemeststof. En die laatste is voor de praktijk de meest gangbare vorm. En hier gaat het over kilogrammen opbrengst. Nou, het is bijzonder dat de urian hier wat bovenuit schiet. De kas is duidelijk minder dan de rest. Maar als je dit gemiddeld neemt, zeg maar, dan is de groene weidemeststof goed vergelijkbaar met kunstmest. En die doet daar niet voor onder. Nou, het volgende plaatje laat dezelfde behandelingen zien, maar dan in onttrekking aan kilogrammen stikstof. De kalkamon die blijft wat achter, de urian is wat hoger, maar de groene weidemeststof doet het in feite gewoon prima. En dus met de plaatjes tot nu toe durven wij te zeggen dat de groene weidemeststof vergelijkbaar is met kunstmest. Nou, dit zal niet verbazen dat dit voor de toelating van dit soort producten, en de Achterhoek heeft daar nu een uitzondering voor, maar voor de toelating van dit product op grote schaal van belang is dat de werking goed is en dat daar geen extra verliezen worden veroorzaakt. En nogmaals, de winst van dit verhaal zit in de raffinage daarvoor en dat de ammoniakemissie daar een stuk lager wordt. Goed, dan kom ik bij de samenvatting even weer resumerend. Water bij de mest, daar zit gewoon heel veel toekomst. Misschien wel leuk om hier nog bij te noemen, René, als ik nog iets tijd heb. Er is net deze week een rapport gekomen van een onderzoek van Dirk Kempers over water toevoegen aan de mest in de stal. En ook daar zit heel veel perspectief. En dat ging over een onderzoek op gewoon een roostervloer, waar water is toegevoegd over die vloer, waarbij ook een 40% reductie gemeten is. Dan veronderstel, we zouden in het hele systeem water toevoegen aan de mest in de stal. Je krijgt hetzelfde effect bij aanwending. En als het water daar al toegevoegd is, is die al verdund. Dus je hebt 40% reductie in de stal. Je hebt ook een aanmerkelijke reductie in het veld. Dan zou de enige actie zijn een forse mestopslag bouwen en we zijn klaar. Ja. Dan zouden we gewoon met een roostervloer en met een sleepslang, daar zit dan nog wel een kostenpostje aan, maar dan zou dat behoorlijk wat perspectief bieden. Dat plaatje is nog niet helemaal rond op dit moment. En daar wordt nu hard aan gerekend. Moet ook allemaal toegestaan worden. Maar daar zien wij wel heel veel perspectief. Die combinatie van mest, water in de stal en dan ook tegelijk bij de aanwending. Nou, voor mest scheiden is het vooral gebruikt dat vooral om heel nauwkeurig te kunnen bemesten. Heeft ook iets met wat mij betreft met precisielandbouw. Ik zeg altijd, je begint op bedrijfsniveau specifiek te werken. Dan ga je naar perceelsniveau en de volgende is op plaatsniveau. En dus daar de meststoffen geven waar ze nodig zijn. En dan kan scheiden daar een heel interessante actie voor wezen. Dan vervolgens die mestvergisting. Alleen mestvergisten met het digistaat mag je rekenen op een 15 kilogram per hectare lager verlies. De dunne fractie scheiden en strip, daar zit ook een flinke klap te maken met 22 kilogram per hectare. En als het mineralenconcentraat doet wat hij moet doen, dus vergelijkbaar is met kunstmest. Ik heb hier staan, het geeft geen voordeel in stikstof, dat is ook zo. Maar als hij al doet wat hij zou moeten doen, vergelijkbaar met kunstmest, dan hebben we denk ik een heel mooi plaatje. Nog voor de helderheid, deze cijfers kun je niet bij elkaar optellen. Hè? Het is geen optelsom. Sommige dingen kun je wel iets met elkaar bij elkaar doen, maar vooral die mestvergisten en die dunne fractie, zeg maar, dat zijn twee afzonderlijke trajecten. Die kun je niet bij elkaar optellen. Maar maak een keuze en denk vooral na wat past bij mij. En wat kan ik op mijn bedrijf toepassen om op die manier die stikstofbenutting te verbeteren. Volgens mij was het dat. Ja, dankjewel. Ja, we zijn er ongeveer door de tijd heen. Maar ik wil vraag even poll 2 van deze workshop. Of je die even uit wilt zetten. Omdat we dan even iets terugkrijgen op in welke maatregelen geloven nou de luisteraars het meest nadat jullie de aftrap hebben gegeven.
Terwijl die pol loopt, ja, hij loopt, zie ik nu. Laten we... Sfeer, als ik jou nou zou samenvatten als van... Ik hoor een heleboel mogelijkheden, maar je moet het wel heel precies doen. En dan nog weet je niet zeker of het altijd helpt. En ten tweede wat ik nogal als vraag had van... Ergens in je verhaal zeg je ook... En dat riep bij mij de vraag van... Moeten dit nou individuele bedrijven doen? Moeten we dit nou regionaal doen? Of moeten we meer op samenwerking gaan zitten? Kun je daar nog iets over zeggen? Van waar ligt nou de kans... Als we deze technieken optimaal kunnen benutten? Ja, het kan allemaal. Het kan allemaal. Nou ja, in ieder geval het waterverhaal, zeg maar, dat is vooral op bedrijfsniveau. Hè? Van, kan ik op bedrijfsniveau water toevoegen, ja. En hoe werkt dat? Dat is in het veenweidegebied al gebruikelijk. Hè? Dat is daar al jaren toegepast, ook makkelijk toepasbaar. Daar is water voorhanden, daar is zijn de percelen lang en groot en is het makkelijk inzetbaar. Bij ons op het zand is dat wat lastiger. Hè? We hebben op de markt niet eens water beschikbaar. Dat moet ik uit de grond halen om dat te kunnen bijmengen. En dan nog is die voorziening en die menging is wat lastig. De percelen zijn klein, dus dat is wat moeilijker. Ja. Maar daar kan iedereen mee aan de slag. Dus dat is, ja, dat is voor de grote groep ook. Dat is voor de grote zonder groep. Zonder meer zou je zo... En het resultaat vanuit Dairy Campus, daar ben ik natuurlijk heel enthousiast over. Als we ook in die stallen daar nog wat mee kunnen, dan die combinatie maakt dat dit in de praktijk gewoon heel interessant is om eens goed naar te kijken of je dat voor jouw bedrijf niet past. Ja. Het verhaal van mest vergisten, nou, daarvoor moet het bedrijf al een bepaalde schaal hebben. Want anders dan is het met 100 koeien is het te weinig mest om zoiets rendabel te maken. Dus daar gaat het niet functioneren. Maar bedrijven worden groter. We gaan richting 200 koeien, 300 koeien. Nou, kijken of je in dat plaatje dat rendabel kan krijgen. En heel vaak past het raffineren daar ook bij. Die technieken worden ook verder ontwikkeld. En dat de kostprijs van mest raffineren nog verder naar beneden kan gaan. En dan kan dat prima op bedrijfsniveau. Oké. En voor de volgende, en dat was wel het voorbeeld natuurlijk van de groene weidemeststof. Dat is een regioniveau. En dat is ook gewonnen vanuit vooral varkensmest. Daar zitten wel wat rundveedrijvers bij. Maar vooral gewonnen vanuit varkensmest. Ja, dan is nog wel een stuk ingewikkeld om het te organiseren. Dus. Nou ja, maar goed, dat mag dan ook. Omdat het grootschalig is, daar gaat veel mest in om. En dan heb je ook meer mogelijkheden om duurdere technieken toe te passen. Dan op bedrijfsniveau. Oké, dankjewel. Ik moet naar een afronding, omdat we zo naar de volgende Zoom-sessie gaan. Jan-Pien, heb jij nog in de chat en de poll kunnen zien wat daar uitkomt? 80% mest met water gedurende. Ja. De vraag is, hè, welke optie is de grootte voor de grote groep in de praktijk het meest kansrijk? Nou, ze volgens vier. 80% water gedurende, 18% mest scheiden en 3% mest vergisten. En niemand mest strippen of raffineren. Ik denk ook dat dat vooral te maken heeft, of deels te maken zal hebben met de opmerkingen in de chat en vragen zijn boven. Zijn de kosten. En wat is de vraag? Hebben mensen geen gevoel voor de kosten? Of de vraag, zeg men op voorhand, het is te duur? Wat voor vragen zitten er in het chat? Ik heb het idee dat mensen mij niet verstaan. Dus als je me zo even kan de vraag is, kunnen de kosten... Wat zijn de kosten? Het kost veel energie. Oké. Nog, dat is mijn slotvraag voor nu. Uit de chat komt de vraag van, wat zijn de kosten? Want het kost vooral veel energie, zei je. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen, Harm? Als je kijkt naar, we hebben eigenlijk gewoon gekeken wat het ammoniumsulfaat qua CO2-belasting kost aan energie om te produceren. Dan is dat vrijwel één op één vergelijkbaar met de normale kunstmestproductie via het Haber-Bosch-proces, waarbij heel veel gas verbruikt wordt. Dus als je kijkt naar de energieverbruik, dan is dat eigenlijk vergelijkbaar. En als je kijkt naar economische kosten, dan moet een groot deel van het economisch voordeel moet wel komen uit het vermijden van mestafzetkosten. Dus ik kan me inderdaad voorstellen, want volgens mij de pool, weinig mensen die voor het strippen gaan. En dat hadden wij ook wel verwacht natuurlijk. Daarom zeggen we ook, het strippen en het omgekeerde osmose stuk, dat moet echt wel komen uit samenwerkingsverbanden, waarbij je op een regionaal niveau een hogere benutting kunt gaan. Ja, dus dat is een andere manier om het te realiseren. Ja. Ja. Bedankt voor de bijdrage. Sfeer, jou vinden we dadelijk nog even terug aan de slottafel.